Nu van start. Mijn naam is Hans van der Velde. Ik ben uw gastheer vanavond. In het dagelijks leven ben ik coach van werknemers. En ik ben actief bij Impuls en Woordblind. Daar ben ik voorzitter van de expertisecommissie. En ik zit ook in het bestuur van ADHD Europe. Dus ik ben wel dag in dag uit met ADHD bezig. Behalve mijzelf van Impuls en Woordblind is Rob Pereira aanwezig. Rob is voorzitter van de vereniging. Hij is in het dagelijks leven kinderarts al een jaar of 30 plus. En misschien wil je het woord overnemen even als voorzitter, Rob, dat om de mensen welkom te heten. Ja, want ik heb eigenlijk natuurlijk maar weinig toe te voegen. Het is kennelijk een heel goed onderwerp, want iedereen is plotseling wakker geworden. Of heeft zijn pilletjes genomen en is in ieder geval op tijd binnengestroomd. We zitten nu op bijna 600 mensen. Dat is eigenlijk wel ongekend voor een webinar. En nou ja, ik hoef eigenlijk Sandra natuurlijk niet echt voor te stellen. Ik zal het wel eventjes doen. Sandra Kooi, die is psychiater in Den Haag bij PsyQ, Panacea. En die is onlangs benoemd tot hoogleraar in de VU. En dat is voor ons allemaal natuurlijk eigenlijk een mooie strijd geweest, zou ik maar zeggen, die ze heeft gewonnen. Want er gaat natuurlijk al heel wat aan vooraf, voordat iedereen denkt van, oh, ADHD, dat is niet zomaar iets. Een beetje druk en een beetje in de bomen klimmen en alleen een kinderaandoening. Maar geleidelijk aan in de afgelopen 20 jaar heeft Sander zich heel erg opgeworpen als voorloper van ADHD bij volwassenen. En nou, daar zijn we heel erg dankbaar voor dat het nu zo op de kaart staat. En wij als Impuls en Woordblind, ik ben al voorzitter geworden een tijdje geleden, zijn ook heel blij dat we nu een echte hoogleraar hebben in Nederland. Behalve alle buitenlandse hoogleraar natuurlijk. We hebben nu ook een echte in Nederland die voor ons opkomt. En dat is heel erg fijn. Nou, wij proberen natuurlijk voor onze leden ook erg op te komen. En we hopen ook dat dit soort themaavonden leuk zijn voor jullie. En dat jullie ook denken van, oh, we gaan eens een keer kijken op de website. Misschien worden we wel een jaartje lid. Om ons een beetje te steunen en ook om elkaar te steunen. Dus we hebben maar korte tijd, want we hebben een enorm groot programma. Dus ik geef nu het woord aan Sandra en ik verdwijn dan straks van het beeld. Ja, dankjewel Hans en Rob voor de gelegenheid die jullie mij bieden om alles wat ik over slaap en ADHD weet te delen. Ik weet niet alles, maar goed, we kunnen ook weer dingen opzoeken en sommige dingen zijn nog in onderzoek. Maar daar gaan we gewoon doorheen vanavond. Hartelijk welkom allemaal. Super dat jullie met zoveel mensen hier zijn. Ik tel er nu 583, dat is echt indrukwekkend. Het gaat over ADHD, slaap, maar ook over gezondheid, want slaap en gezondheid zijn direct met elkaar verbonden. Ik heb geen belangen en ik zou willen beginnen met deze slide, omdat die eigenlijk heel mooi laat zien dat je in de dag en in de nacht, dat er verschillende processen in je lichaam gebeuren. Bijvoorbeeld, zien jullie mijn pointer ook? Of niet? Ja, ik zie hem. Nou, hier is het middernacht, hier om 2 uur ben je in je diepe slaap. Temperatuur daalt om 4:30 ochtends. Je bloeddruk stijgt om 7:15. De melatonine, het slaaphormoon, stopt om 7:30. Je moet naar de wc om 8:30 na het ontbijt. Je bent op je meest alerte, op zijn alertst om 10:00. En dat gaat zo door. Dus allerlei processen in je lichaam, daar heb je helemaal geen omkijken naar, geen weet van, maar die zijn getimed. En die timing die komt door de biologische klok. En die biologische klok, die zit eigenlijk, heeft zijn voornaamste functie in de slaap, in het slaapritme. Dus als het slaapritme chaotisch is, gaan al die processen onder blink. En dat noemen we eigenlijk jetlag. Dat betekent dat als je slaap verstoord is en je ritme verstoord en je dan weer vroeg en dan weer laat naar bed gaat, dat al die processen ook verstoord zijn en dat je daar niet lekker voelt lichamelijk. Of dat kan. Dat wou ik jullie als eerste meegeven. Dat komt zo ook wel weer terug. Ja, het is eigenlijk heel erg conform de literatuur dat te laat slapen en insomnie de toppers zijn waar mensen het meest last van hebben. Maar de rusteloze benen zijn er ook en de slaapapneu iets mindere mate. Dat komt misschien ook omdat mensen niet altijd weten dat ze dat hebben, want dat merk je zelf, dat merk je partner vooral. Ja. Want die schrikt zich dood als jij niet ademt en opeens wakker schrikt. Ja. Maar het is een hele gewone, normale verdeling. En ook, er zijn nog een heleboel andere dingen, 36% zie ik hieronder, de overige. Voor de overige, ja.
gaan we heel veel vragen over krijgen. Maar ik heb mij wel voorgenomen vooral over de grootste groepen uitgebreider te spreken, als jullie het goed vinden. En dan kijken we daarna nog wel hoeveel tijd er over is. Ja, lijkt me ook prima. Dank jullie wel. Oké, dan zijn we op deze slide aangekomen. De meerdere antwoorden bij welke slaapproblemen heb je. En daar zie je eigenlijk dat elke nummertje heeft een eigen slaapaanpak. Je kan zeggen, de late slaapfase wordt behandeld met chronotherapie. Ik zal straks uitleggen waaruit dat bestaat. De insomnie, het piekeren, het niet kunnen ontspannen en heel licht slapen omdat je zo gestrest blijft 's nachts, dat wordt behandeld met cognitieve gedragstherapie voor insomnia, de CGTI. Dat is een bewezen effectieve methode met een echt officieel draaiboek. Kan je ook online vinden trouwens. De rusteloze benen worden heel anders behandeld. Vaak is er een ijzertekort, ferritine, de ijzervoorraad. Die moet worden aangevuld, maar omdat dat heel lang duurt, begin je ook alvast met een medicijn. En dat is pregabaline tegenwoordig. En dat is een middel waar we sinds kort ervaring mee hebben opgedaan. Dat heel goed werkt, waardoor mensen stukken beter kunnen slapen. De slaapapneu heeft weer een hele andere aanpak. Komt vaak voor bij mensen met overgewicht. En dan is de oplossing natuurlijk afvallen. Dat kan je zelf bedenken, maar dat is niet altijd zo makkelijk. Zolang dat nog niet zo is, kun je ook een slaapbeugel gebruiken of CPAP gebruiken. Dat is Continuous Positive Airway Pressure. Dat is zo'n beademingsapparaat eigenlijk die zorgt dat je geen slaapapneus meer hebt. En dat moet altijd door een somnoloog, een slaapexpert worden onderzocht en vastgesteld en ook die therapie ingesteld. Oké. Er zijn nog heel veel andere problemen, die heb ik wel kort opgeschreven, zoals bedplassen. Komt heel veel voor bij kinderen met ADHD. En eigenlijk is niet bekend hoe dat nou komt, waarom dat is. Dat vind ik eigenlijk wel intrigerend, want het blijft vaak tot in de jonge volwassenheid bestaan, en soms nog langer. En het is natuurlijk heel vervelend. En het moet iets met slaap ook te maken hebben. Het is wat ik wel met mijn cliënten bespreek, is dat als dat kinderen betreft, dat ze door de ADHD eigenlijk het signaal van het plassen niet in de gaten hebben. Maar dat is zoals je zegt, dat is nog niet. Je kan dat heel lastig bewijzen. Ja. Je kan er geen stokje in duwen bij zo'n kind dat je dan kan meten of zo hoe dat zit. Hè? Maar dat is wel natuurlijk een veronderstelling. Nou ja, het zou onderzocht moeten worden, vind ik. Ja. Ik hoor ook wel eens verhalen van mensen die zeggen, ja, eigenlijk neem ik niet de rust om uit te plassen 's avonds voor ik naar bed ga. Want ik heb altijd haast en ik heb altijd nog wat te doen. En als je niet goed uitplast, blijft er natuurlijk wat plas in je blaas zitten. En dat loopt op in de loop van de nacht. En daardoor moet je misschien 's nachts toch plassen en word je daar niet wakker van. Maar waarom je dan niet wakker wordt, is eigenlijk ook een open vraag. Dan hebben we het tandenknarsen, bruxisme ook wel geheten. Komt vaker voor bij ADHD, bij slaapapneu, bij insomnie en nog meer dingen. Ook dat is eigenlijk nauwelijks onderzocht. De nachtmerries komen vaker voor bij ADHD, hevig dromen ook. En ook daarvan is eigenlijk bijna niks bekend. Dan, wat weten we wel? We weten dat 80% van de mensen met ADHD heeft een slaapprobleem of heeft daar diverse tegelijk. Dat weten we omdat we het nu systematisch onderzoeken bij PsyQ met een screener. En we kijken er echt van op dat mensen niet alleen laat slapen, maar ook apneu en restless legs of insomnie of alles tegelijk hebben. Het valt echt niet mee met die slaap. Die late slaap komt dus bij 80% voor. Dat hebben we gemeten door melatonine in speeksel te meten bij mensen die wij in een onderzoek hadden al 10 jaar geleden. Daar zal ik jullie de plaatjes van laten zien. En het typische verhaal is, je wil wel eerder naar bed, maar je gaat in bed liggen en je kijkt naar het plafond en je slaapt niet. En wij denken dus dat dat samenhangt met die late aanmaak van melatonine, het slaaphormoon, wat wij bewezen hebben met speekselmetingen, met watjes die je dan elk uur moest sabbelen en waarin de melatonine wordt opgenomen uit je speeksel. Het is een probleem wat vaak al in de kindertijd begint, dus kinderen zijn al late slapers en het is een erfelijk patroon. Het zit in de familie, je krijgt het vaak van een van je ouders. Het probleem is eigenlijk dat je, als je gewoon vroeg op moet voor schoolwerk of je eigen kinderen, dan ontwikkel je een slaaptekort. En dat heet ook wel social jet lag. Met andere woorden, als je zou kunnen uitslapen tot 11 uur, dan zou het probleem minder groot zijn. Maar het zou niet weg zijn.
Want er zijn twee problemen bij laat slapen. Eén is dat het een korte slaapduur oplevert. Het andere is dat je uit fase slaapt. En dat uit fase slapen wil zeggen dat je niet aangesloten bent op de licht- en donkercyclus van de wereld om je heen. Van de natuur. Het heeft niks met de maatschappij verder te maken. Het heeft met de natuur te maken. Dus er zijn twee aspecten aan laat slapen. Te korte nacht maken, 5-6 uur bij ADHD en optimaal is 7-8. Je ziet dat dat toch al gauw 2-3 uur slaaptekort oplevert. En dat is op de lange termijn schadelijk. Zowel voor je geestelijke als voor je lichamelijke gezondheid. Daar gaan we het over hebben. Even één vraag tussen. Ik weet dat mensen daar een beetje op blijven hangen. Anders dan luisteren ze niet meer. Er zijn mensen die typisch ADD hebben zonder de H. En sommigen zien dat echt als een ander ding. Ja. Wat jij hier zegt, geldt dat in het algemeen ADHD, ADD ongeveer hetzelfde? Of is daar nog een verschil in? Er is een verschil tussen ADHD en ADD en daar kom ik zo op. Oh, daar kom je nog op, oké. Okay. Want dan kunnen ze gewoon... Ja, dat hebben we in ons onderzoek namelijk gevonden, tot onze verrassing. We hadden wel het idee dat de ADD'ers langer sliepen en desondanks slaperig waren overdag. Maar dat ga ik zo vertellen. Maar prima, fijn. Ja. Aan de hand met die twee subtypes. Dankjewel. Ja. De gevolgen van slaaptekort zijn dat je natuurlijk duf bent overdag, je minder kan concentreren, dat je geheugen doet het niet zo goed, je kan prikkelbaar zijn, zelfs somber, en je krijgt vreetkicks. Blijkbaar is het zo dat als je brein de energie niet uit slaap krijgt, dat die het ergens anders vandaan gaat halen en dat is dan chocola, koekjes, vette happen uit de muur enzovoort. Maar als je dit rijtje ziet, dan lijkt dat eigenlijk ook best wel op ADHD. Dus eigenlijk kan je zeggen, slaaptekort en ADHD versterken elkaar en eigenlijk overlapt het ook met elkaar. En wat betekent dat nou als dat bij 80% voorkomt? Dat is toch wel heel veel. Nou, de verlaten slaapfase heet officieel de circadiane slaapwaakstoornis. Het wordt gekenmerkt door niet kunnen slapen op je gewenste inslaaptijd. Bijvoorbeeld, je zou best 11:30 willen pitten, maar het lukt niet. Je kan het eigenlijk pas om 2-3 uur 's nachts en sommigen pas om 5 uur in de morgen. En natuurlijk weer dan ook laat opstaan. En veel mensen konden daardoor bijvoorbeeld geen baan hebben die om 9 uur begint. En die hebben we aan het werk gekregen met behandeling van de late slaap. Dat kan dus. Gevolgen zijn, je moet er last van hebben overdag, slaperig zijn of dysfunctioneren of niet 's ochtends kunnen werken dus. En mensen compenseren het slaaptekort door de ene keer heel vroeg te gaan en de andere keer weer laat en dan weer ertussenin. Kortom, er zit geen ritme of patroon meer in, omdat je eigenlijk compenseert per dag. En dat compenseergedrag maakt ook nog eens dat je slaapklok helemaal ontregeld raakt met nog meer lichamelijke jetlag. Het late slapen is iets wat sowieso bij pubers en adolescenten meer voorkomt dan bij kinderen en volwassenen. Maar bij ADHD-adolescenten blijft het ook in de volwassenheid bestaan. Dat hebben we ook onderzocht. Dus het is echt iets wat bij ADHD jong begint, lang blijft bestaan. En ook voorspelt dat de ADHD voortduurt. Dan zijn we daarin niet uniek. Het komt ook voor bij mensen met autisme, bij mensen met bipolaire stoornis, bij mensen met depressie. Dus we zijn niet alleen, zeg maar, in dit late slaapuniversum. Maar in ieder geval overlapt het heel hoog met ADHD-diagnose. Om even een indruk te geven, in de bevolking komt het voor bij 0,1 tot 3%. Dus dat is bijna niemand, vergeleken wat we vonden bij ADHD met die speekselmetingen, 78%. Vandaar dat getal van 80. Nou, hoe zit het dan? Heb je eerst ADHD, ben je druk en kan je daar dan niet inslapen? Of is het zo dat je slaapproblemen hebt en die veroorzaken je ADHD, dan word je onrustig en prikkelbaar en ongeconcentreerd van overdag. Of is het eigenlijk zo dat ze elkaar wederzijds beïnvloeden? Lijkt in ieder geval logisch. En wij denken nu langzamerhand dat het nog anders kan zitten, dat allebei, alle drie waar zijn, maar vier misschien ook. Dat ADHD en slaap een gemeenschappelijke achtergrond hebben, een etiologie, een oorsprong. En dat die oorsprong in het brein ligt en wel in de klok. Dat ga ik jullie uit de doeken doen. Dus, omdat 80% van de mensen, en ook de kinderen trouwens met ADHD, hebben ongeveer even vaak slaapproblemen, 73%. En het is ook allemaal late slapers. Dus je kan zeggen, dat overlapt in 3/4, bijna 80%. Is dat nou eigenlijk niet een slaapstoornis dan?
Hè? En veroorzaakt die gestoorde slaap vanaf de jeugd misschien de ADHD en zouden we misschien ook anders moeten behandelen? Hè, die vragen die heb ik net al een klein beetje aan de orde gehad. Nou, dit plaatje gaat jullie een beetje een tipje van de sluier oplichten hoe dat kan werken. Wat je hier ziet is de kaart van de VS aan de linkerkant, Verenigde Staten en rechts ook. Aan de linkerkant zie je de prevalentie van ADHD, die is het hoogst in de Oostkust. Dus New York, Manhattan, Boston en hier zo nog wat. En hier, het lichtblauwe deel, is Mexico. Daar is de prevalentie het laagst. En niemand heeft ooit begrepen hoe dat nou kwam. Want het was hetzelfde onderzoek met dezelfde instrumenten en dezelfde onderzoekers. En er was dus geen verschil in aanpak of methode. Totdat Martijn Arns, dat is wel heel bijzonder onderzoek geweest, die heeft deze twee kaarten over elkaar heen gelegd. En dit is de kaart van de lichtintensiteit in de VS. Dan zie je dat het licht hier in Mexico natuurlijk het felst en het sterkst is overdag. En het is daar bovendien ook 's nachts het donkerst. Want hier heb je veel minder kunstlicht dan hier. Dus ook het contrast tussen dag en nacht is veel groter in Mexico. En dat is dus gecorreleerd in deze variantie, dus voor 34-37%, verklaart dat de variatie in de ADHD-prevalentie. Dus het verschil tussen hier en hier wordt door de zonintensiteit verklaard in dit onderzoek. En dat was zo in de VS, maar het was ook zo in Europa. Dus bijvoorbeeld in Nederland hebben we meer ADHD dan in Spanje in dezelfde onderzoeken bij kinderen en volwassenen. Dus dat is heel intrigerend wat doet dat licht dan eigenlijk op je slaap en op je ADHD, kan je afvragen. Nou, het gaat zo. De zon schijnt in de ogen. Die beïnvloedt hier de klok. De klok zit midden in je brein. En dit is de klok en die zorgt ervoor dat je gesynchroniseerd bent met het licht van de wereld, met dag en nacht. En precies met de tijd van de dag en de tijd van de nacht. Dat betekent dat melatonine een tijdgestuurd proces is. Je lichaamstemperatuur, de productie van serotonine, een neurotransmitter voor je stemming en je angstlevels. Je krijgt meer energie van de zon, een betere stemming en een betere slaap. Kortom, verbetering van je circadiane ritme, je dag- en nachtritme, heeft een dramatisch positief effect op je lichaam en je geest, op je stemming. Kunnen jullie dit nog allemaal volgen? Ja, toch? Ja, dit is prima te volgen. Er komen wel heel veel vragen, maar ik laat jou eerst eventjes een beetje praten. Ik verzamel wel zo hier en daar. Er komen echt... Er komen heel veel dingen aan bod, hoor. Dus ja, daarom. Daarom wacht ik even tot het veel dingen zijn dan al beantwoord. Ja. Nou, het gaat dus over contrast. Dus hoe donkerder de nacht, hoe lichter je dag. En dat gaat over licht wat in je ogen moet vallen. Want het licht via de ogen beïnvloedt de klok. En de klok zit hier diep in je brein. Dus die ogen zijn eigenlijk verbonden met de klok. En die geven aan hoe laat het is. En dan gaan al die systemen synchroniseren en hun werk doen. Dus een betere, vastgesteld, geconsolideerd slaapritme, dat helpt jouw biologische klok om te synchroniseren met de buitenwereld. En als je in fase bent met de buitenwereld, ben je lichamelijk en geestelijk in balans. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Nou, dat is voor iemand met ADHD geen dagelijkse kost. Mensen met ADHD zijn over het algemeen uit balans, uit fase en niet al te lekker in hun lijf. Dit is wat we weten uit de cultuur, hoe vaak verschillende slaapstoornissen voorkomen. Het late ritme, 78%, was in deze groep 43. Maar ik denk dat veel mensen insomnie en late ritme een beetje door elkaar gebruiken. Want insomnie is moeite met inslapen. En dat kan zijn als je om 11:30 gaat slapen, dat je dan niet kan inslapen. Maar wel als je om 2:00 s'nachts gaat slapen, want dan kan jij vanwege jouw ritme misschien wel makkelijk inslapen. Alleen, je komt wel slaaptekort. Nou, insomnie en een laat ritme overlappen dus gedeeltelijk in de problemen met inslapen. Maar insomnie heeft ook problemen met doorslapen. Dus je wordt wakker en daarna ga je piekeren en lijstjes afwerken en gaat je brein aan de gang. En kan je niet meer goed slapen. Dat is vooral een soort stressverschijnsel. Restless legs, de rusteloze benen, als je rustig op de bank zit, als je in bed ligt, komt voor bij 30-40%. En PLND zijn ook rusteloze benen, maar dan als je slaapt.
Dat merk je zelf niet, maar dat merkt je partner, omdat je die per ongeluk schopt misschien, of heel bewegelijk bent in bed. En ook dat maakt je wakker. En dat kan je eigenlijk alleen vaststellen door polysomnografie, dus een slaap-EEG door een slaapkliniek. Maar restless legs weet je zelf heel goed, want dat merk je als je wil gaan slapen. De nachtmerries hebben we besproken en de slaapapneu staat op 30% in onderzoek. Oké, terug naar het ritme. Wat controleert dat ritme nou? Nou, ten eerste de wereld om ons heen, de licht- en donkercyclus van de wereld. De tijd dat het licht wordt, de tijd dat het donker wordt. We weten allemaal dat we in de zomer eerder wakker worden, omdat het licht door de gordijnen piept vanaf 6 uur. Tenminste, ik merk dat. En dan moet ik er daar wat aan doen. Als ik langer wil slapen, dan moet ik een oogmasker op of zorgen dat die gordijnen heel goed dicht zijn. Anders word ik heel makkelijk wakker van een beetje licht. In de winter is dat geen probleem, want dan is het niet licht en dan kan je makkelijker uitslapen. Ik denk dat jullie het allemaal wel herkennen. Maar dat is niet het enige. Ook je genetica, je aanleg, bepaalt of jij voorkeur hebt voor avond- of ochtendmens zijn, of vroeg op of laat naar bed of tussenin. En je hebt net gezien dat echt laat naar bed is heel typisch bij ADHD en niet in de bevolking, daar komt het heel weinig voor, veel minder. Natuurlijk speelt je gedrag ook een rol, namelijk of je met schermen in de weer bent 's avonds, want daarmee stop je de aanmaak van melatonine. Melatonine wordt gemaakt in je brein, maar als er licht van je scherm in je ogen valt, gaat het meteen naar de klok en de klok denkt dan dat het dag is. En dus wordt melatonine gestopt. Dat is keurig netjes gemaakt op basis van licht. Dus als jij met schermen wil werken of moet werken, moet je eigenlijk zorgen dat je brein dat niet waarneemt. Of je moet het niet doen, maar dat is best wel moeilijk als je niet kan slapen. En daarvoor werkt dan bijvoorbeeld een oranje zonnebril. Nou, zou je denken, het moet niet gekker worden. Moet ik al naar de feestwinkel voor mijn slaap? Nou, misschien wel. Het oranje glas namelijk houdt blauw licht tegen wat uit je scherm komt. Of uit je telefoon, of uit verlicht wat je nodig hebt om te werken of zo. En dan denkt je brein dus, ondanks dat je licht gebruikt, dat het donker is. We zijn dat aan het uitproberen bij onze patiënten. En die zeggen dat het helpt, maar dat je het wel al om 7 uur 's avonds moet doen. De hele avond zet je zo'n spacebril op. Heel erg lachen voor de kinderen. Maar daar moet je gewoon niks van aantrekken. Oké, melatonineproductie begint normaal in Nederland in de volwassen bevolking om 9:30. Dat is best bijzonder, zo'n duidelijk moment. Maar het stopt dus ook als je licht in je ogen laat vallen. Ook kunstlicht. Dat wil zeggen dat je wakker wordt van de zon, omdat je melatonine ook stopt. Maar ook 's avonds kun je zelf dus je slaap uitstellen met licht. Dopamine, dat is een stofje wat we kennen van ADHD als neurotransmitter, boodschapperstof. Daar is ook iets mee bij ADHD. Daar denken we van dat er te weinig van wordt aangemaakt op de juiste plek, op het juiste moment. En dat is juist weer een hormoon of een stof die overdag wordt aangemaakt en 's nachts uitstaat. Dus je zou kunnen zeggen dat melatonine en dopamine elkaar afwisselen. Dat melatonine het nachthormoon is en dopamine het daghormoon bij ADHD. En met beide is dus iets aan de hand. Dat is interessant. Nou, hier komen we op het verschil in slaap tussen de ADHD en de ADD. Dit is een slide uit ons artikel van 2010, waar 40 mensen met ADHD met inslaapproblemen en zonder inslaapproblemen. En het duurde een jaar voordat we er 9 hadden zonder inslaapprobleem. Zo vaak kwam het wel voor. Dus dat geeft wel aan dat het zoeken naar Spelten Hooiberg was om die 9 mensen te vinden die geen inslaapproblemen hadden. De man en de vrouw waren min of meer gelijk verdeeld, de leeftijd ook. Maar het gecombineerde type ADHD had 94% inslaapproblemen. Dus bijna iedereen. Ik geloof 1 patiënt niet of zo. Of 2, zie je? 31 en 29. En het inattente type ADD kwam juist meer voor bij degene zonder inslaapprobleem. Dus dit vonden wij een heel duidelijk en groot verschil, waardoor we aan het denken werden gezet. Wat gaat er dan anders precies bij ADD? Andere verschillen waren dat de ADHD'ers iets meer alcohol gebruikten en significant meer rookten dan de ADD'ers. Wacht even, zo. Dus we concludeerden op grond van deze cijfers dat het laat slapen de subtypes van ADHD onderscheidt. De
De ADHD'ers zijn allemaal later mensen, bijna allemaal. En de ADD'ers veel vaker gaan eerder naar bed. Dat leidde bij mij tot de hypothese, is hyperactiviteit van de ADHD eigenlijk een manier om je slaperigheid de baas te blijven, om wakker te blijven overdag. Met andere woorden, als je niet druk zou zijn, zou je misschien on the spot in slaap vallen, omdat je gewoon uitgeput, uitgeteld bent van slaaptekort. Dat zie je bij kinderen met ADHD, als je wil dat die gaan slapen en die zijn helemaal over hun theewater en die springen op bed en die dansen en die willen niet slapen natuurlijk. Die kunnen zomaar in slaap vallen als je voorkomt dat ze bewegen. Ik weet niet of jullie als ouders dat wel eens hebben meegemaakt. Dat is heel opmerkelijk en dan vallen ze van de ene seconde op de andere in slaap als de hyperactiviteit gestopt wordt. Dus wie weet gaan we daar nog meer over leren. Nou, dit is de melatonine-onset, DILMO noemen we dat, de dim light melatonin-onset. Dat wil zeggen, melatonine meten doe je niet in licht, want dan stopt de productie natuurlijk via de ogen. Dus je moet met een klein lichtje aan dat melatonine in speeksel meten in een wattje. En dat werd gecontroleerd omdat we ook luxmeters hadden, lichtmeters op de actometer. Dat is een bewegingsmeter die mensen om hadden. En wat wij toen vonden was dat de melatonine onzet is bij healthy controls om 9:30, wat ik al zei. Bij ADHD was die pas 11:15. Dus het slaaphormoon kwam pas op een bepaald level, wat we de DILMO noemen, om 11:15. En dat is gewoon 1,5 uur later dan normaal. Dat is wel heel duidelijk. Hoeveel mensen waren dit die jullie... 40 in totaal. 40 stuks, oh ja. Ja. Mensen zonder slaapproblemen, die hadden hem om 10:00. Dus die waren 1,5 uurtje later, maar wel een stuk eerder dan de mensen met inslaapproblemen. Dus dit waren vooral de ADD'ers. Ja. Die hadden om 10:00 hun DILMO, dat is wel verlaat, maar niet zo laat als de groep met de H. Dat was beide zeer significant. Nou, dan is het nog aardig om te weten dat als die melatonine op gang komt, duurt het normaal 2 uur voor je in slaap valt. Maar bij ADHD is dat ook nog 1 uur langer. Oh. Daar hebben we een ander onderzoek gemeten van Beilinga 2013. Dus het duurt gewoon botweg nog eens 3 uur na de DILMO. Dus als je 11:15 je DILMO hebt, nou dan zit je pas tegen 2 uur aan je slaap. Dat valt niet zo mee, hè? Dat is niet makkelijk gewoon. Nou, toen hadden we die bewegingsmeter, de actometer, dat is dit ding, een soort horloge, die meet alle bewegingen 24 uur lang of soms een hele week lang als je hem omhoudt. En dan zie je dit. Dit is de nacht en dit is de dag. Hè? Dus overdag ben je bewegelijker dan 's nachts. En dan zie je 2 curves. De ene is ADHD met inslaapproblemen en de andere ADHD zonder en controles. En de ADHD zonder inslaap en de controles, die overlappen. Die overlappen helemaal. Sorry, dat is deze. En de ADHD met inslaapprobleem is geheel naar rechts verschoven, de curve. Dat wil zeggen dat de bewegingen na de nacht van de DILMO geheel naar rechts verschoven zijn. En dat is ongeveer 1,5 uur. Dus ja, je hele ritme verschuift als je slaap verschuift, de bewegingen. Toen we dat zagen, dachten we, wat verschuift er dan nog meer? Want we hadden intussen in de gaten dat die klok dus alles bepaalt en je slaap. En dat was de volgende studie, de temperatuur hebben we gemeten. En we zien eigenlijk precies hetzelfde. Lage temperatuur 's nachts, hogere temperatuur overdag. 24 uur ritme van alles, allerlei processen. En dat is gemeten bij 12 mensen met ADD en 12 controles. Nou, dan kunnen we wel gaan nadenken over nog meer processen die verlaat zijn. Als je denkt aan dat... eerste plaatje van alle ritmes die door de slaap en door de klok worden aangestuurd. Ja. Ik ga even ademhalen. Heb jij een vraag, Hans, voor de gezin? Ja, nou, er kwam even een maatschappelijke vraag langs. Dat begreep ik ook wel. Ja. Dat als het alleen maar de verlaten slaapfase is, dan en de maatschappij wil zich niet aanpassen, dan snap ik dat iemand vraagt... Ja, maken we dan niet een pathologie van gewoon een andere persoon die gewoon wat later slaapt? Op zich klopt dat natuurlijk. Als je gewoon om 9:30 op kantoor moet zijn, ja, dan zou je toch om, 8:30 of zo op moeten. En je moet je maar aanpassen. Ja. En ik heb ook mijn dag-nachtritme aangepast. En
dan gebruik ik dus geen melatonine. Dus ik herkende die vraag wel. Waar zit, maar ik hoor veel meer van gezondheid, et cetera. Dus kan je daar iets over zeggen? Hè, waarom maken we hier nou een pathologie van? Dat was zo gebruikte de... Nou, je hebt voorgegeven waarom dat belangrijk is. En het is een hele goede vraag en ik snap hem heel goed. Hè, want waarom zou je je moeten aanpassen als jij nou één keer zo gebakken bent in jouw ritme, jouw ja. Laat voelen. En heel veel mensen doen dat ook. Heel veel mensen werken dus 's avonds, 's nachts, in nachtdiensten en niet vroeg in de ochtend. Die kiezen hun werk niet op wat ze per se het allerleukst vinden, maar op wat ze aankunnen qua bioritme. Geeft al meteen een beperking aan, hè? Want je bent niet helemaal vrij om ander werk te kiezen, omdat je ritme dat dicteert. Dus zo is dat ook weer niet. Maar als je nou weet dat mensen die avond- en nachtdienst 30 jaar doen, jonger doodgaan, meer kanker hebben, veel meer roken en in het algemeen ongezonder zijn, dan ga je toch even nadenken. Ja. En toen ik dat met elkaar in verband bracht, dat is ook al 10 jaar geleden, en las dat mensen met 30 jaar, 20 jaar, 30 jaar nachtdienst meer 70% meer borstkanker krijgen, toen kreeg ik het wel even benauwd. Ja. Omdat ik mij realiseerde dat mijn cliëntele met ADHD rustig 20, 30 jaar lang leeft. Alsof ze nachtwerk doen. Ja. Helemaal niet voor in nachtdienst het werk kan, maar hoeft niet, want ze leven zo. Dus het uit fase leven is gewoon op zich ongezond. Blijkbaar ontregelt er dan toch iets in je systeem wat kankergroei mogelijk maakt. En een van de oorzaken zou wel eens melatonine zelf kunnen zijn. Een tekort daaraan. Hm. Want als je maar 5-6 uur slaap krijgt, dan ben je dus korter onder de invloed van melatonine. En mensen die nachtdienst doen, die gaan wel overdag slapen, maar die maken nooit meer dan 5 uur overdag. En denk maar niet dat hun melatonine goed op peil is. Want die moet helemaal omkeren elke keer dat ze van het een naar het ander gaan. En dat duurt een tijdje. He, dat duurt minstens een week, misschien langer. Dus je zou eigenlijk dat ritme niet de hele tijd moeten shiften. We weten het ook van stewardessen en van piloten die heel veel over tijdzones vliegen, dat die eerder doodgaan en meer kanker krijgen. Dat zijn helemaal geen leuke nieuwtjes, maar het is wel een reden om eens even heel goed na te denken waar we eigenlijk mee te maken hebben. Dus ik heb gezegd, ADHD, vooral de H, heeft een latere aanmaak van die melatonine van 1,5 uur. Misschien ook een lagere gevoeligheid voor melatonine, omdat het daarna ook nog een uur langer duurt voordat er wordt ingeslapen. En dan is het leuk om te weten dat melatonine een heel fijn stofje is. Een antioxidant die verbonden is met het metabole systeem, lees eetlust. En dat het goede en positieve invloed heeft op de groei van kankercellen, op de ingroei van kankercellen in andere organen, op uitzaaiingen. Er is een enorme hoeveelheid literatuur over de laatste 10 jaar. En deze heb ik even laten zien, omdat dat is uit 2015. Melatonine is een remmer van borstkanker. Ja, als ik dat lees, krijg ik het ook heet en koud. Want dan denk ik, mijn god, waarom weet niemand dit? Waarom doen we dit? Maar er was net een vraag over. Iemand vroeg naar bij kankerbehandeling, et cetera. Dus dat heb je al beantwoord bij deze. Fijn. Nou, kan je zeggen dat er ontzettende berg onderzoek aan het komen is. Het is heel actueel. Waarbij melatonine wordt onderzocht naast chemotherapie. Om te zien of de resultaten dan beter zijn. En alles wijst daarop. Bij allerlei soorten kanker. Dus ik zeg niet dat je allemaal nu naar de drogist moet rennen. En je moeder kanker moet behandelen. Ik vind dat dat in overleg moet met de dokter. En dat goed onderbouwd moet zijn. Want er is natuurlijk ook heel veel nog niet bekend. Maar ik zie hele hoopvolle dingen. En ik wil jullie dus meegeven dat melatonine niet gevaarlijk is. Maar juist goed. Als het maar op de juiste tijd wordt ingenomen. Dat was ook een vraag. Pillen, oké, ze zijn van de drogist. Maar je gooit toch maar weer pillen in je lijf. Hè? Dus zijn mensen toch wel terecht dat ze daarover nadenken. Heel goed. Ja, zeker. Niet alles van de drogist maar slikken. Hè? Zoals B6 bijvoorbeeld. Niet alles van de wat op recept is. Je moet natuurlijk wel weten wat je doet. Ja. Maar wat ik over melatonine kan vinden, en ik heb echt goed gekeken, is eigenlijk dat het een gunstige, beschermende stof is die 's nachts wordt gemaakt om rotzooi in je lichaam, hè? Foute cellen die zich zijn gaan delen, die tot kanker kunnen leiden, die worden 's nachts netjes opgeruimd. Dus als je meer slaapt en in fase slaapt, dan kun je daarmee eigenlijk preventie plegen. Dus slaap
moet je eigenlijk zien als je natuurlijke medicijn. En als je een toevallig een laat slaapfase hebt en daardoor minder slaap krijgt en minder melatonine maakt, is het niet gek om melatonine bij te nemen. Om beter te slapen, ook eerder te slapen. En dat ga ik jullie nog verder uit de doeken doen, als ik verder kan. Ja, graag. Ja, ik vind het fascinerend om het zo te noemen. Is ADHD dan eigenlijk een probleem van het ritme, van de dag en de nacht? Het is een hele andere manier van naar ADHD kijken. Het is niet een probleemgedrag, zoals veel mensen ernaar kijken, maar een ritmeprobleem. Ik vertelde jullie al dat de dopamine overdag ontregeld is bij ADHD en daarom geven stimulantia die dat kunnen compenseren. Maar ook 's nachts is er iets aan de hand. De melatonine is uit fase, is te laat, hebben we echt bewezen. En de gevoeligheid is mogelijk wat lager voor melatonine. Dus er is aan beide kanten iets aan de hand. Waar leidt dat toe? Als je ADHD hebt en een late slaapfase, bij 78% dus, heb je ook 10 keer zoveel kans op winterdepressie en 10 keer zoveel kans op bipolaire 2-stoornis. Dus dat is hypomane periodes, dat je helemaal hyper bent en het kan niet leuk genoeg zijn. Je slaapt maar 4 uur, dus vooral in het voorjaar. In de winter heb je dit. Laat slapen en winterdepressie geven beide toename van de eetlust. En dat leidt natuurlijk weer tot overgewicht. En overgewicht is zeg maar de poort naar ziekte, zou ik willen zeggen. Alle ziektes eigenlijk die volgen op overgewicht, die kennen we. Dat zijn hart- en vaatziekten, dat is diabetes, dat is hypertensie, dat is kanker en Alzheimer. Dus gewoon alles. Dus eigenlijk moeten we zorgen dat we hier niet komen. En dat kunnen we het beste doen door deze twee te behandelen. Ja. Ben je er stil van? Ik ook. Nou, er waren best vragen over de vreetbuien op de dag, maar ook iemand met de vreetbuien. Ik vind het zo onvriendelijk klinken, vreetbuien, maar ja, het heet alleen maar zo. Je mag ook binge zeggen, dat is in het Engels. Hè, binge eating. Ja, nou, binge eating during the night. Dat 's nachts had. Ja. Er zijn mensen die 's nachts gaan eten en dan lopen ze naar de koelkast en dan gaan ze hun slaaptekort en hun vermoeidheid wegeten. En daar word je natuurlijk ook heel dik van. Weet je dat je dik wordt, dus überhaupt van niet op een vaste tijd eten en 's nachts eten. Ja. Omdat al vleesklier die de insuline maakt om dat weer keurig te verwerken, die staat niet aan 's nachts. Ja, nee, ik kan dat heel erg bevestigen. Ik probeer ook een enorm, bijna, ja, af en toe zeg ik voor, dat is een beetje een nare grap, een soort autistisch dagritme te houden. Altijd dat roggebroodje 's ochtends en op dezelfde tijd 's avonds echt een ritueel. Waar je inderdaad zou zeggen, nou Hans, kan je niet een beetje flexibeler zijn? En echt, ik werk echt hard aan dat dag-nachtritme. Dat moet ik ook doen. Nou, wat goed voor jou, Hans. Ik ben trots op je. Ja, dank je. Dat kan niet mee als je ritme andere kant op wil. Hè? Ja, ja, nee, zeker. Maar het kan ook iets makkelijker dan alleen op wilskracht en karakter. Zoals jij waarschijnlijk doet, weet ik niet. Mm-hmm. Maar er zijn hulpmiddelen die het veel makkelijker maken, waardoor het ook echt haalbaar wordt. Ga ik vertellen. Hoe ver ben ik? Moet opschieten. Nou, de winterdepressie komt bij ADHD in 27% voor en dat is maar 3% in de Nederlandse bevolking. Dus dat is bijna 10 keer zoveel. Hoe behandel je winterdepressie? Met lichttherapie. En wat doen we met lichttherapie? De slaapfase vervroegen. Dus je kunt het met melatonine 's avonds doen, maar ook met licht in de morgen. Want beide doen iets op het ritme. En als je in fase gaat slapen, dus niet alleen eerder, maar ook zeg maar tussen 11 en 7, dan verbetert ook de winterdepressie in onderzoek. Dus het is buitengewoon interessant. Daarom hebben we in de zomer geen winterdepressie bijvoorbeeld. Hier komt hij weer, de klok en het ritme en alle organen die daar door aangestuurd worden. Dat betekent dat je bloeddruk is onder invloed van het ritme, je temperatuur, je melatonine, je darmbewegingen, je diepe slaap, je ondiepe slaap, je alertheid, alles. De alvleesklier, de hormoonproductie, kan het zo gek niet bedenken. En nu zie je eigenlijk een klein beetje, dat is uit 2017, ging de Nobelprijs voor Geneeskunde naar onderzoekers die de genen van de biologische klok hadden ontdekt. De erfelijke aanleg voor het vroeg of laat slapen. Omdat het ritme dus blijkbaar giga belangrijk is voor de geneeskunde, voor de gezondheid.
Nou, het is allemaal een beetje abstract. Als je dit in de krant leest, dan snap je eigenlijk niet waarom moeten die nou de Nobelprijs voor de geneeskunde krijgen. Maar blijkbaar hebben ze ontdekt hoe belangrijk ritme voor gezondheid is. Want, wat gebeurt er? Als je laat slaapt, slaap je kort. Dat kan niet anders. Want je moet toch een keer op. Of je slaapt onregelmatig en je slaapt dan lang en dan kort. Maar het leidt kort slapen tot een verandering in je eetlust- en verzadigingshormonen, leptine en ghreline. En allebei in de foute richting. Hè? Dus als je 2 uur te weinig slaapt op een nacht, dan ga je al vreetkicks krijgen. Dat kennen we allemaal van een nacht doorhalen, van dat je een beetje uivoor bent de volgende dag, dat je niet van de chocola kan afblijven. En als dat natuurlijk vaak is, dan word je natuurlijk echt wel dik. En dat leidt tot suikerziekte, hart- en vaatziekte, kanker, Alzheimer. Kortom, slaap is je medicijn en minder opslaap of niet zorgen voor je slaap leidt tot ziekte op de lange termijn. Nou komen we bij de vreetbui waar vragen over waren. Dit is een onderzoek al uit 2009. Hoe hoger je ADHD-symptomen, hoe groter de kans tot hier op obesitas overgericht, maar de vreetbuien gaan er nog bovenuit. Dus de ernst van de ADHD, je zou kunnen zeggen, dat is waarschijnlijk ADHD met slaapproblemen, hoe groter de kans op vreetkicks. Ja, we hebben het eigenlijk over een vicieuze cirkel. En ik zou hier willen beginnen. ADHD en slaap komen samen bij 80% voor. Leidt tot de sombere stemming in de winter, prikkelbaarheid, meer eten, overgewicht enzovoort. Ja. Is dat dan zo? Ja, dat is zo. Er is veel meer overgewicht bij kinderen en volwassenen met ADHD. De body mass index, je gewicht gedeeld door je lengte in het kwadraat, is 70% verhoogd bij volwassenen en bij kinderen 40%. Dan zou je denken, nou die bewegen zoveel, dat kan toch niet. En ik ken ook hele dunne mensen met ADHD, tuurlijk, dat bestaat. Er zijn altijd uitzonderingen. Maar hoe ouder je wordt en hoe langer je slaaptekort duurt, hoe groter de kans dat je daar ook dik bij wordt. Nou, ik ga hier even samenvatten wat ik allemaal beweerd heb. Hoe die samenhang ongeveer zou kunnen zitten. Je slaapt laat, daardoor slaap je kort. Daardoor heb je een veranderde eetlusthormonen met vreetbuien als gevolg. Je slaat het ontbijt over, dat heb ik nog niet verteld. Maar je maag is natuurlijk in diepe slaap als jij pas om 3 uur bent gaan pitten en je moet om 8 uur op. Dus jij lust geen ontbijt, dat valt als een steen in de maag. En dat komt omdat je maag die sapjes nog helemaal niet heeft aangemaakt die daarvoor nodig zijn. Want dat zijn getimede processen. Je gaat later op de dag de vreetkicks krijgen, 1 uur of 3 of 5. En dan eet je niet sla of gewone lunch, maar je eet wat er voorhanden is. En dat zijn vaak vette happen of chocoladerepen. En daar word je natuurlijk dik van. Hier nog de winterdepressie die ook leidt tot vreetbuien. En het proces wat dan leidt tot ziekte heet inflammatie, denken we. Dat is een soort ontstekingsproces in je lichaam wat alle organen raakt. En dan kan je dus ontregelde organen krijgen. Kortom, slaap is je natuurlijk medicijn. Slaaptekort is een route naar ziekte. Niet ontbijten, vertelde ik. Als je niet ontbijt, word je dik. Dat is aangetoond niet bij ADHD, maar in het algemeen. Omdat je dan eigenlijk later gaat inhalen en niet gezond gaat inhalen en niet op de juiste tijd gaat inhalen. Want ook die maagsapjes die het moeten verteren, de darmbewegingen, die zijn getimed. En als je daar dus maar wat mee rommelt, dan word je gejetlagd. En dan wordt dat eten niet goed verteerd, niet goed verwerkt en word je dik. Nou, verteld. 80% van de volwassenen heeft inderdaad vreetbuien. De een elke dag en de ander eens in de 2 weken. Maar vreetbuien zitten dus bijna even vaak als slaapproblemen. Zie je die bij mensen met ADHD. Dat betekent dat hun gewicht ook 10 tot 20 kilogram kan wisselen in de volwassenheid, terwijl het normaal maar 0 tot 5 is. Mensen met ADD hebben vaak verschillende garderobes. Hebben ze. Inmiddels vraagt er iemand, Sandra, wil je ook nog vertellen dat het nog goed komt met ons? Ja, het gaat helemaal goed komen, let op. Gelukkig, ja. Want het is wel een heel treurig verhaal natuurlijk zo. Nou ja, ik wil Is het ook, hè? Dat is natuurlijk in jouw praktijk is dat absoluut zo natuurlijk. Dat er, Nou, het is niet treurig, het zijn eigenlijk feiten. En als je begrijpt hoe het werkt, kan je er wat aan doen. Maar als je het niet snapt, dan gebeurt het je gewoon. Dan overkomt
Ja. En daarom ben ik blij dat ik jullie dit kan vertellen. Ja. Dat je heel veel zelf kan doen. En dit is do-it-yourself-therapie vandaag. Hoe behandelen we de verlaten slaapfase? Nou, er zijn drie ingrediënten. Slaaphygiëne, melatonine en licht. En slaaphygiëne ga ik jullie nu eerst vertellen. Het komt erop neer dat je je dag zo licht mogelijk maakt, dus buiten bed liefst, en je nacht zo donker mogelijk. Je moet Mexico nazien te doen, begrijp je? Dat betekent dat je hele donkere, verduisterende gordijnen moet hebben, een oogmasker, dat je alle lichtjes in je kamer uit moet doen, van de oplader die toevallig blauw licht afgeeft, die precies je melatonine stopt, je digitale wekker omkeren of een andere nemen. Geen schermen of inlicht of liever nog die oranje zonnebril vanaf 7 uur. Dus je gaat echt werken met licht en donker en contrast. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Natuurlijk is het ook handig als je niet uit bed hoeft om te plassen, omdat je dan bij licht aandoet en dan stopt je melatonine. Oké, dat zijn allemaal basic dingen. Ja, god, wat zeg ik nu tegen jullie? Timing is everything. En terwijl voor ADHD mensen lijkt tijd niet te bestaan vaak. Hè? En ik denk langzamerhand dat dat niet toevallig is en dat dat misschien samenhangt met die onregelmatigheid van de klok zelf en niet alleen maar met de planning. Het volgende, slaaphygiëne. Het is een heel verhaal. Een warme douche 's avonds helpt om in slaap te vallen. Dus je kan dat beter niet 's ochtends doen, maar wel 's avonds. Koude voeten voorkomen dat je in slaap valt en ook dat je überhaupt tussen koude lakens ligt in de winter, doe een warme pyjama aan. Want dat helpt je melatonineproductie. Dus warmte, temperatuur en melatonine hangen samen. Probeer elke dag ongeveer dezelfde tijd naar bed te gaan en ook op te staan. En dat ook in het weekend. En nou weet ik dat ik iets heel erg zeg. Want je moet natuurlijk bijkomen in het weekend, want je bent al zo moe van de hele week te weinig slaap. Logisch. Maar wat je dan doet, is een jetlag creëren voor maandag tot en met woensdag. Ja, ik ben het net je eens. Ik ben ermee gekapt in het weekend. Gewoon ook ongeveer diezelfde tijd opstaan. En dat helpt, want je bent uit je ritme weer. Ja, als je uit je ritme gaat, ben je meer gejetlagd dan andere mensen. En het duurt tot en met woensdag voordat je weer een klein beetje op peil bent. En dan is dat het weekend. Dus je hebt geen leven. Doe er wat aan. Ja. Dat is veel leuker. Ja. En monitor actief naar 7, 8 uur slaap tussen 11 en 7. Ik weet, ik zeg iets heel ergs. Maar ik ga je helpen. Nog één. Je mag niet meer overdag dutten, langer dan een half uur. Dat is heel aantrekkelijk als je uitgeput bent en veel mensen doen dat. Maar het gaat in mindering op je slaapdruk die je opbouwt in de loop van de dag. En dus op je inslaaptijd. Dus dan word je weer later van. Dus dat moet je eigenlijk zo min mogelijk proberen te doen. Maak jezelf wakker met licht 's ochtends. Vooral in de winter helpt dat enorm om het te kunnen. Dat begint al na 3 dagen, voel je het effect en na een week sta je fluitend op, ook in het weekend, op die vaste tijd. Omdat het licht jouw brein wakker maakt. En je melatonineproductie reset, vervolgt. Nou, dat kun je... een andere truc is om het dus overdag licht te maken voor je brein. En dat betekent dat je die zonnebril af moet doen. Maar nu blijkt dat mensen met ADHD in 70%, waar kennen we dat getal van, heel veel zonnebrillen dragen. Niet alleen in de zomer, maar ook in de winter, in de herfst, op regenachtige dagen, als er helemaal geen zon schijnt. En dat viel mij op in de spreekkamer, zodat ik mensen vroeg, waarom draag jij die zonnebril? Ik dacht, het is misschien een nieuwe mode die ik gemist heb. Maar ze zeiden onveranderlijk, ik kan niet tegen licht. Ik ben overgevoelig voor licht. En ook verdragen dat niet. Dus zij waren overgevoelig voor licht, droegen juist een zonnebril, waardoor zij niet synchroniseerden met de dag, met het licht van buiten. Dat is merkwaardig, hè? Dat mensen dan precies doen wat ze niet helpt, eigenlijk. Ja. Ja. We hebben gepubliceerd dat 70% van de volwassenen met ADHD overgevoelig is voor licht en uren vaker, langer per dag, die zonnebril draagt in elk seizoen. Die bril moet af. Nu zijn wij bezig met een onderzoek naar de pupilrespons op licht bij ADHD, vergeleken met controles. Om erachter te komen wat er dan met dat oog aan de hand is, waardoor die overgevoeligheid komt. En toen ik de literatuur las, was ik wederom gefascineerd. Want het oog vertelt de klok hoe laat het is. En guess what? Dat doet het oog met 3 receptoren. Dopamine receptoren, melatonine receptoren. De dag- en nachthormonen. Ik krijg het dan weer heel heet en koud, want dan denk ik,
Het kan geen toeval zijn, we zijn iets op het spoor en ik word geheel opgewonden om dat uit te gaan vinden. En zo word je dan uiteindelijk professor als je zo gek bent. Ja. Ja, het is eigenlijk een stoornis natuurlijk. Ja. Het is natuurlijk een afwijking, absoluut. Ja. Maar ik geniet er heel erg van, ik hoop jullie ook. Nou, dan de melatonine, want daar zijn jullie ongeveer wel voor gekomen, heb ik van Hans begrepen. Melatonine werkt aan de avondkant, lichttherapie aan de ochtendkant. Het werkt heel goed bij mensen met een laat ritme, maar niet bij restless legs, slaapapneu of insomnie. Dus als je het voor de verkeerde stoornis gebruikt, dan zal je niet zoveel. Het is echt voor de klok, voor de mensen die laat zijn. En dan zijn er twee manieren. Dat is goed om, ik heb ze helemaal uitgeschreven, zodat je je niet kan vergissen en je het altijd kan nalezen. De eerste manier is een relatief hoge dosis van 1 tot maximaal 3 milligram, zeg een uur voor bedtijd. Zeg je wil om 10:30 slapen, neemt 10:30 in. Maar omdat het op de klok werkt, daar vandaar al die klokjes, niet na middernacht. Want dan draait de werking potentieel om, zeggen chronotherapeuten. Dus voor 12 en een uur voor bedtijd, voor de gewenste bedtijd. Het werkt maar een uur of 3-4, dus het is eigenlijk vooral voor het inslapen. En doorslapen moet je dan verder zelf doen in de hoop dat je eigen melatonine intussen op peil is. Dat wordt daar niet door verstoord. Het is een relatief hoge dosis, maar bij de drogist kan je het krijgen. Maar die heeft heel veel verschillende soorten en gemengd met valeriaan en magnesium en god mag weten wat. Dat moet je niet nemen. Je moet alleen melatonine nemen en dan precies de goede dosis. En niet rommelen daarmee, want dan heb je dus slechte resultaten, ben ik bang. Je kan het ook op recept vragen van de dokter als je zeker wil zijn dat je het goede hebt. Dat kan ook. Je moet het sowieso zelf betalen, dus dat maakt niet uit. Je wordt van een hoge dosis melatonine wel vrij snel slaperig. Dus binnen een half tot een heel uur slaap je dan hopelijk in. Als je iemand bent die om 3 uur pas slaapt, dan gaat dat niet in 1 week gebeuren. Dan moet je even doorzetten, want je ritme moet vervroegen. En het is net als bij jetlag, dat duurt even. Slaap je nou in met die kortwerkende melatonine, maar je wordt om 2-3 uur wakker elke nacht, dan is dit misschien een oplossing, de langwerkende melatonine, circadin. En die is alleen op recept, hoewel je ze online ook wel sowieso kan krijgen. Maar dan moet je weer goed kijken naar de dosis, dat die langwerkend is en dat er niks anders doorheen zit. Er was een vraag over circadin, of dat speciaal bij ouderen dan een goed middel is. Circadin is geregistreerd voor slaapproblemen bij ouderen. En eigenlijk hebben ouderen hetzelfde probleem als aan mensen met ADHD in zekere zin. Want hun melatonine slijt een beetje af. Het wordt lager en ze zijn minder gevoelig. En daardoor ontstaan bewezen die slaapproblemen bij mensen die ouder zijn. En voor hun is die circadin ontwikkeld en geregistreerd. Maar eigenlijk zijn mensen met ADHD lijken qua probleem daarop, heeft dit ook wel. En dat werkt voor die groep goed, maar niet voor alle andere slaapstoornissen natuurlijk. Dus je moet niet een beetje denken dat melatonine een panacee is voor alles. Dat is niet zo. Dan de tweede manier, en die is best wel ingewikkeld, daarom heb ik hem uitgeschreven. Het is namelijk maar een heel weinig melatonine, 0,5 milligram. We hebben daar net onderzoek mee gedaan en het vergeleken met placebo en met melatonine plus, of met deze dosis met lichttherapie. En dat hebben we zo gedaan, deze algoritme zal ik jullie meegeven. Je begint 3 uur voor je natuurlijke inslaaptijd. Dus als dat om 2 uur 's nachts is, hè? Als jij met rust gelaten wordt en niks hoeft, dan zou je gewoon eigenlijk pas om 2 uur slapen. 3 uur minder is om 11 uur innemen. Elke week doe je dat 1 uur eerder, 3 weken lang. Ja, het is heel gedoe. Dan kom je uit op 8 uur na 3 weken. Dus om 8 uur neem je je halve milligrammetje in en dan blijf je op die tijd. Elke dag dezelfde tijd, ongeveer. Waarom? Omdat je op de klok werkt. En de klok is de klok, daar kunnen we niks anders van maken. Ja. Dus de tijdsperiode waarin dat dan efficiënt is, dus onderzocht, is tussen 5 en 9 ongeveer. En dat hangt af van hoe extreem laat of minder laat je bent, waar je dan uitkomt. Dit is maar een voorbeeld. Oké? Okay? Er zullen een aantal mensen met ADHD nu een soort van hikkend van het lachen van, ja, met mijn ADHD en dit schema, nou, geef mij dan de eerste manier maar. Snap ik helemaal. Ja.
Want dit is iets wat bij iemand die uitgeput is en chaotisch gewoon niet lukt. Hè? Nee. Teister de mensen niet met iets wat niet kan. En dan geef ik ze rustig gewoon de hoge dosis om eens even eerst eens een beetje bij te komen. Ja. En als dat werkt, weet ik, ze zijn gevoelig voor melatonine. En als ze dat willen, dan gaan we dit nog wel een keer doen. Oh, maar ja. Best wel ingewikkeld. En daarom heb ik het helemaal uitgeschreven, want zo word je niet meteen slaperig. Je neemt het eigenlijk het begin van de avond. Je wordt niet duf, maar het geeft alleen maar een signaal aan de klok. Zo werkt het. Ja, ja. Meten hoeveel de dilmo naar voren gaat, dat is 1,5 uur. Als je het zo doet. Dus je eigen melatonine ontzet wordt vervroegd door 0,5 milligram op dit schema. Hebben wij aangetoond. Net, is nog niet gepubliceerd. Komt. Dus het werkt, dat weten we. Nou, als je dat allemaal gedoe vindt of je wil geen melatonine, kan je ook licht inzetten in de ochtend met zo'n lamp van 10.000 lux. Bijvoorbeeld de Philips Energy Light, er zijn er ook nog een heleboel meer. Het gaat erom dat er een behoorlijk sterke lamp in moet zitten die op 20 centimeter van de ogen deze intensiteit geeft. Ze zeggen vaak 40 centimeter, maar eigenlijk is het 20 centimeter. Want als je ook maar iets naar achter zit, is het al heel veel minder lux. Dat neemt logaritmisch af met elke centimeter dat je naar achter zit. 30 minuten voor het opstaan met een timer en het best weer, ja, ongeveer op dezelfde tijd. Want je werkt ermee op de klok. Nou, het werkt bewezen voor winterdepressie, lichttherapie. En het werkt voor verlaten slaapfase. Dat hebben wij geleerd. Er is nog niet zoveel onderzoek naar, maar dat doen wij dus. En dat duurt 2 weken of 3 weken. En als je terugvalt, ga je het herhalen. Want stop je het licht dan, en stop je de melatonine, dan ben je binnen 2-3 weken terug bij je eigen oude ritme. Even een vraag. Hoe kijk je naar het licht als je nog niet bent opgestaan? 30 minuten voor het opstaan, maar dan slaap ik nog. Hoe bedoel je dit? Het is een timer. En dan word je heel geïrriteerd wakker. Maar dan hoop ik dat die timer het lampje voor je aandoet. Zodat je denkt van, gadverlicht. Maar het is bedoeld dat de oogjes open gaan. Want anders werkt het natuurlijk minder efficiënt. Okay. En, dus je moet zo lui mogelijk wakker kunnen worden van het licht. Dus liefst met een timer aangesloten op die lamp. Ja. Deze lamp, de Philips Wake-up Light, die veel mensen voor de kerst krijgen als ze het zwaar hebben, qua stemming en qua slaap, is niet goed genoeg. Die heeft te weinig lux. Goed, het half uur voor de lamp zitten, s morgens terwijl je in de spits bent met je gezin, is meestal ook niet zo handig. Dus heel veel mensen halen dat niet. Dus we hebben nu de lichtbril. Wij zijn er nu 3 jaar mee bezig om die te experimenteren hoe die werkt. Wij zijn wel enthousiast over deze. Dat is de ProPeak bril. En die heeft rode, blauwe en gewone glazen. En in die gewone glazen zitten hier blauwe lichtjes die je aan kan doen. Je kan de bril opladen met een USB-kabeltje. En dan gaat die een paar ochtenden mee. Dan moet je weer opladen. En deze kan je dus 's avonds aanzetten om de lichtinval van schermen te stoppen. Ik vind het een elegant ding. Je kan zelf kijken wat je ervan vindt op de website. En als je meer wil weten over ADHD, licht en donker slaap, gezondheid, staat ook allemaal in dit boek. Wat ik met Suzon Otte-Pablos heb geschreven als ervaringsdeskundige. En dat was mijn verhaal. Nou, mag je weer hebben. Nou, ik heb meteen al een vraag over het licht. Wij werken in mijn praktijk nog wel eens met het petje met 2 lampjes die in de ogen schijnen, die precies dezelfde lichtsterkte leveren. En dat heeft het voordeel, je staat op en tijdens het hele ontbijtritueel, behalve onder de douche natuurlijk, kan je dat petje dan ophouden en ondertussen doe je je ding. Tegen de tijd dat je de deur uitgaat, heb je een uur of zo licht op de ogen gehad. Ken jij die? Ik weet even het merk niet, maar ik mag ook geen merk reclame hier maken. Maar... Nee, ik ken het petje eigenlijk niet. Maar het zou best kunnen werken. Het is vergelijkbaar met de bril, denk ik. Het goede van de bril is dat de afstand tot de ogen is heel dichtbij. En daardoor is de intensiteit van het licht laag. Je hoeft niet blind of zo. Ja. Dus je ziet er space uit met blauw licht. Maar je kan alles gewoon doen, behalve je opmaken. Want dan zie je niet. Ja, nou, dat is een mooi opzetje naar nogmaals het plan. Ik heb met Rob Rera er ook van tevoren over gehad. Er waren van tevoren al veel vragen. Ik tel nu, en ik heb er al een aantal gedismist. Er staan nu 103 vragen open. Dus tot een uur of 3 vannacht zijn we wel bezig. Dat gaat natuurlijk niet. Ik heb wel een paar vragen geselecteerd.
Maar wat ik wel kan toezeggen, alleen niet wanneer, maar wij gaan, al die vragen worden dus gewoon door het systeem verzameld. Die printen wij en die gaan we rustig groeperen en beantwoorden, want dan doen we volgens mij heel mooi werk, want het zijn allemaal vragen waar mensen mee zitten. Zowel hulpverleners als mensen met ADHD of ouders. Er is echt heel veel. Dus we kunnen alleen niet garanderen wanneer, want we hebben nog een paar andere dingen ook te doen. Maar dat men dat weet. Dus wees niet treurig als we nou die vraag van jou niet beantwoord is. En ze komen op de site van Impuls en Woordblind. Dan gaan we het op de site publiceren. Of we maken zelfs een heel leuk digitaal boekje ervan. De vorm weten we nog niet, maar we gaan er iets mee doen, want dat is echt veel te veel waard. Ik heb een paar vragen even nog over. Een heleboel heb je al beantwoord. Want volgens mij vergeet je de slide van Impuls te laten zien. Dat hebben we aan het begin gedaan, heeft Rob al... Nou, ik wou zeggen dat je allemaal lid moet worden van Impuls, want die doet goede dingen voor je. Nou, dankjewel. Hartstikke goed. Ja, nee, want dat is, het lidmaatschap kost echt niks. Tenminste, niks. Het kost €40 per jaar. Maar je krijgt ook nog kortingen en zo. Dus dan kan je op de site zien wat voor voordelen je daar weer van kunt hebben. Ik spring eerst even terug naar de slaapapneu. Want dat is toch best wel vaak ook een rigide probleem bij mensen. Jij had het over de combinatie met overgewicht. Waardoor je van buiten dik, ben je van binnen ook dik. Heb je obstructieve apneu. Wij komen ook wel mensen tegen die helemaal niet te dik zijn, maar die wel apneu hebben, dus de meer centrale apneu. Zou het kunnen zijn dat dat wat meer eigen aan ADHD is, dus dat je hem dan als het ware van beide kanten kan hebben? Dat zou kunnen. Ik vind, er is eigenlijk nog ontzettend weinig onderzoek naar wat voor soort apneu dan precies bij ADHD voorkomt. We weten alleen dat overgewicht eraan bijdraagt. Dus dat is wat je als eerste zou moeten aanpakken. En overgewicht kan je weer aanpakken door beter te slapen. Maar goed, dat is dus een vicieuze cirkel. Ja. Maar apneu, daar moet je echt voor naar een slaapcentrum. Ja, nee, zeker. Dat is in ieder geval fijn ook hoe jij het gebracht hebt. Dat er dus een aantal dingen zijn gewoon bekend. Kijk, dat is nu bewezen, dat is duidelijk. En een aantal dingen noemde je ook van, ja, dat moeten we echt verder onderzoeken. En zoal, dat weten de mensen in de zaal niet, maar we hebben dus de commissie, de expertisegroep die zich met wetenschappers bezighoudt, zoals jij en anderen. En dan hebben we onder andere op het lijstje staan om apneu-onderzoek te stimuleren en aan de bel te trekken en te protesteren desnoods. Iemand vroeg slaapoefentherapeuten. Had ik nooit van gehoord. Ken jij dat? En of dat dan ook nut heeft, of die dat soort therapeuten daar verstand van heeft of iets van... Nou, ik mag het hopen. Of je er ervaringen mee hebt, dat is natuurlijk de vraag. Nou, niet zelf, maar ik weet dat het een functie is die steeds meer mensen uitoefenen en die ze ook op social media adverteren. En wat zij doen is, denk ik, heel veel slaaphygiëne uitleggen, training geven met meditatie, slaaprituelen 's avonds. Hè, Hans, wat jij vertelt, dingen op een vaste tijd proberen te doen. Ja, als je dat lukt zonder hulp, nou fantastisch. Hè? Maar dit is wel iets wat je moet volhouden. En dat is natuurlijk lastig als je eigen slaapritme je steeds later laat werken en doen. Ja. Dus je moet jezelf inwerken. En daar word je natuurlijk op een gegeven moment ook wel een beetje moe van, lijkt me. En dan voelen mensen zich tekortschieten, falen. Dat hoeft niet. Je hebt gewoon een medisch probleem met die melatonineproductie. Reset jezelf, help jezelf. Ja. Maak het minder moeilijk en zorg voor je gezondheid, zou ik zeggen. Ja, nou, prima. Een heleboel vragen, en dat is een van jouw, ik zou bijna zeggen, medespecialismen. Vrouwen, overgang bij vrouwen en ADHD en slaap. Lekker. Het is een apart webinar. Dat wil ik ook wel doen, maar er is natuurlijk weer verdomd weinig over bekend. Maar we hebben wel onderzoek naar gedaan dat bij vrouwen met ADHD er veel meer problemen zijn in de week voor de menstruatie. Na de bevalling en in de overgang als de oestrogenen dus omlaag gaan. Dat zijn hormonen die belangrijk zijn. Dat zijn hormonen die ook belangrijk zijn voor je geheugen en voor je aandacht. Het lijkt wat dat betreft een beetje op dopamine en het werkt samen met dopamine. Dus mijn idee is langzamerhand dat als dopamine laag staat bij ADHD en je oestrogenen dalen in die periodes in je leven steeds, dat je dan echt aan de grond zit qua stemming, qua ADHD en qua slaap. En hoe dat precies interfereert en interacteert, daar heeft nog niemand naar gekeken. Dat willen wij wel gaan doen. Ja.
Dat is heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Nou, maar je bent nu hoogleraar, dus dat ga je helemaal voor elkaar brengen. En sinds ik de term monsterweek van jou gehoord heb, heb ik dat al bij een aantal cliënten. En die, ja, de monsterweek voor de menstruatie. Dat, ja. Dus, maar dat is een ander webinar inderdaad. Een andere vraag was eveneens heel praktisch. Mensen hebben natuurlijk tegenwoordig een smartwatch, ik niet. Heeft dat enig nut? Kun je daarmee wat screenen voordat je naar je psychiater gaat, om eens wat te zeggen, of je behandelaar of je dokter? Ja, nou ja, je hebt apps om je slaapritme en cyclus te meten, hè? Precies, ja. Die zijn gratis en die zijn dus niet zo betrouwbaar. Er komen steeds betere. Ik kan nog niet zeggen welke je dan zou moeten kopen, want dat weet ik, zover ben ik zelf eigenlijk ook nog niet. Maar wat ik wel doe, en die is dus niet betrouwbaar, is de Sleep Cycle app. Adviseren, omdat je gewoon een beetje beeld krijgt van wat er 's nachts gebeurt als jij denkt te slapen. Hè? En je kan dan zien dat je begint met wakker, diepe slaap, ondiepe slaap, remslaap. En dat gaat 5-6 keer op en neer in de nacht. En dat is normaal. Maar als je wakker wordt, dan zie je dat je echt boven een bepaald level uitkomt. Als je uit bed gaat, hoop ik ook dat je dat ziet, dat die dan betrouwbaar is. Ja, uiteraard, ja. Maar goed, echt betrouwbaar is alleen een polysomnografie. En die meet je ademhaling, die meet je temperatuur, je bewegingen, je diepe slaap, alles met een EEG. En dat is dé manier om het echt te weten. Maar dat is gelukkig niet bij alle stoornissen nodig. Hè? Voor late slaap kun je achterkomen door het uit te vragen. Ja. En de insomnie ook. En de restless legs eigenlijk ook. Ja. De rusteloze benen 's nachts, de slaapapneu. En nog andere slaapstoornissen moeten 's nachts gemeten worden. Ja, maar we zullen steeds meer aan ons leven kunnen meten. Maar je zegt ook, dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Komt wel. En inderdaad, de hulpverleners kunnen het, als ze op de hoogte zijn van deze en jouw webinar hebben gevolgd, kunnen ze het goed uitvragen. Een andere vraag, kan sport zoals hardlopen helpen voor je slaapritme? Er is zelfs een beste tijd voor sport en dat is begin van de avond. Oh. Als je goed hebt opgelet, was in dat schema ook te zien dat de beste coördinatie en snelste reactietijd en spiermusselkracht was om 7 uur 's avonds of 5 uur 's avonds, geloof ik. Dus tussen 5 en 7 is de optimale tijd om te sporten. En dan dat verhoogt en vervroegt je melatonine. Oh, gezond. Ja. Ja, dat zijn dus dingen die komen in die verzameling die wij gaan schrijven, hoor. Want dat is ook een beetje contra-intuïtief. Want als je dus zo actief gaat lopen doen begin van de avond, dan denk je, nou, dan slaap ik helemaal niet meer. Maar dat is dus niet zo. Als je laat sport wel. Ja, te laat. Ja, ja, ja. Dus het dat is het hele ding. Eind van de middag, begin van de avond. Ja. Ja, mooi. Nou, eens even kijken, hoor. Nachtmerries heb je genoemd. De hele nacht wakker liggen. Ja, je hebt het wel al genoemd, geloof ik. Er is toch ook best wel vragen over altijd helemaal verkrampt, mijn kaken op elkaar. Ik heb al een bitje en een polsbrace en magnesium en niets helpt. Ik ben 8 jaar zonder medicatie in november op advies van de huisarts weer begonnen met methylphenidaat. Dat helpt me overdag, maar ik slaap nog steeds onrustig en verkrampt. Ja. Dit is duidelijk natuurlijk een... Het verkrampte, dat zou dus met rusteloze benen te maken kunnen hebben. Mensen ervaren dat vaak als een kramp en dat kan dus ook 's nachts zijn. En deze meneer of mevrouw zou ik aanraden een polysomnografie te laten doen via de huisarts bij een slaapcentrum. Ja, dit is toch voldoende indicatie om naar een slaapcentrum te worden verwezen. Ja, ja. Zeker. Ja. Ja, lijkt mij ook. Ja, extreme vermoeidheid, zegt iemand van 52 jaar, die... vanaf zijn 30ste weet ADHD te hebben. Al 22 jaar op 80 milligram Ritalin. Daar veel baat bij. Hè, dus hartstikke tevreden. Maar alleen de extreme vermoeidheid die ik eigenlijk... Hè, want je zou nog kunnen zeggen, heeft dat met Ritalin te maken? Nee, die heeft hij al 52 jaar. Dus zolang die leeft, die vermoeidheid. Mm-hmm. En eigenlijk altijd worstelen met. Ik denk dat zo iemand al heel veel, als die aanwezig is geweest, aan jouw webinar heeft gehad. Want er is dus... veel duidelijk en je kan er wat aan doen. Ja, dus iemand die goed gaat op Ritalin, die heeft zijn dagprobleem gecoverd, maar niet zijn nachtprobleem. Ja. Dat hoort bij elkaar, vrees ik, en dat raad ik aan om daarnaar te kijken. Ja. Nou, er was nog een beetje weer zo'n maatschappelijk tintje misschien, maar wat is uw inschatting van het aantal misdiagnoses
van kinderen, ADHD bij kinderen die eigenlijk een slaapprobleem hebben. Dat heb je min of meer wel behandeld, van ja, het is een beetje kip-ei. Ja. Ja, het komt natuurlijk heel veel samen voor, dus ik weet niet altijd of het een misdiagnose zou moeten heten. En ik heb geen cijfers over hoe vaak dan de slaap eigenlijk het echte probleem is en de ADHD-symptoom een gevolg daarvan. Omdat het zo vaak samen voorkomt, is dat ook moeilijk uit elkaar te fietsen. Ik denk dat we voorlopig in ieder geval blij moeten zijn dat we begrijpen dat ze elkaar versterken. Dat ze bij 80% samen optrekken vanaf de kindertijd. En dat we er dus aandacht aan moeten besteden om zowel de dag als de nacht in balans te krijgen bij ADHD. Ja. Ja, als we in onze commissie zouden praten, dan zou ik zeggen, zullen we voorlopig eens kijken naar één gezamenlijke. Volgens mij was jouw plaatje ook zo, dat uiteindelijk denk je, er is één gezamenlijke bron, waaruit een heleboel symptomen voorkomen. Een aantal van die symptomen, die noemen wij ADHD, wat ook natuurlijk op zich maar een verzamelwoordje is. Mm-hmm. En daar komt ook een slaapprobleem uit voort. Ja, als de klok de bron zou zijn, hè? Bijvoorbeeld, ja. Daar zijn dus een aantal aanwijzingen voor. Het bewijst heus niet alles. Ja. Maar het is een andere manier van kijken die ik interessant vind, omdat het ook andere behandeling op kan leveren, waar veel mensen wat aan kunnen hebben. Dat vind ik interessant. Ja, zeker. Nou, hier een mevrouw die zwanger is en die zegt melatonine wordt afgeraden. Is dat zo, dacht ik toen even? Bij zwangerschap geen melatonine? Het wordt afgeraden als er geen onderzoek naar is gedaan meestal. En dat is natuurlijk... niet omdat het per se niet mag of gevaarlijk zou zijn, maar omdat er niks over bekend is. En dan zijn voorschrijvers vaak terughoudend. Ja. Maar ik denk dat als het iemand is die daarvoor wel melatonine gebruikt en daar goed op functioneerde, dat hij dat gewoon met de arts moet bespreken. Ja, of er toch een mogelijkheid is. Er werd hier gevraagd, deze mevrouw vroeg zijn... In de zwangerschap natuurlijk. Wat zeg je, sorry? Nou, het slaapprobleem in de zwangerschap is ook niet goed. Nee, nee. Dus nee. Dat is een afweging die je samen met je arts maakt. Ja. Ja. En zijn er ervaringen met medicinale cannabis voor het slapen? Want we weten dat blowen, dat helpt enorm, hoor ik van al mijn klanten. Ja, nou, ik zou willen dat daar meer onderzoek naar was gedaan. Het is er gewoon niet. Er is één onderzoek uit 1979 dat suggereert dat cannabis de melatonineproductie aanjaagt. Interessant. Ja. Dus op de klok werkt. Ik weet dat heel veel patiënten blowen om te slapen. En dat ze daar vanaf moeten als ze de melatonine willen uitproberen. Want anders weet je nog niet wat er werkt. Maar cannabis heeft natuurlijk veel nadelen de volgende dag. Meestal ben je niet erg bij de les en kan je niet uit je bed komen, enzovoort, enzovoort. Dus voor je ADHD-aandacht is het weer eigenlijk heel nadelig. Vinden mensen die blowen zelf niet, maar wij vinden het wel, want ze komen nooit meer opdagen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nee, dat is vaak dat de omgeving dan toch ook even gecheckt moet worden. Ja, iemand zei al als reactie op dat wij dit bespreken, dat cannabis mag natuurlijk niet van het werk. Hè? Maar de CBD-olie, is daar ervaring mee? Of dat is natuurlijk maar één aspect dan van de hele... Het claimt heel veel te kunnen en er is nul onderzoek. Ja, we hebben het binnen... Totdat er iets bekend is. Nou, dat weet ik toevallig omdat Rob en ik hebben een keer een onderzoekje gedaan. Omdat we hadden gewoon at random wat gebruikers, een stuk of 30 gevonden. En het beeld wat eruit naar voren kwam, het geeft wel wat rust op de dag. En meer was eigenlijk niet goed duidelijk. Maar, en de wietdruppel, er was iemand en toen dachten we, oh, dat moet ik toch even jouw mening over horen. Wietdruppels bij een kind van 7. Ik zou het liever niet doen. Nee. Ik heb liever melatonine hoor. Dat is echt... Ja, hè? Ja, waar begin je aan? Het is echt een beetje out of the order. Dat zou er nog wel heel veel onderzoek eerst moeten zijn. Een jonge brein is daar niet aan blootstellen. Melatonine is goed onderzocht, hè? Ook bij kinderen. Ook bij kinderen, oké. Okay. Dat is ook geruststellend dat mensen dat weten. Dat dat echt goed onderzocht. Een ander, ja, ik ga natuurlijk ook in wat alternatieve dingen. De verzwaringsdeken. Oh ja. Ben ik wel eens op congressen zoals dit, maar dan live. En dan is er een stand, de verzwaringsdeken. Ja. Is daar onderzoek naar geweest? Want, ja. Niet veel als het er is.
Het idee is dat je je onrust een beetje kalmeert door iets zwaars op je te voelen. En sommige mensen leggen bijvoorbeeld een dikke zware winterjas op hun deken in de winter. Dat kalmeert blijkbaar. Nou, als het je helpt, moet je het vooral doen, zou ik zeggen. Maar het is niet bewezen dat dat helpt bij slaapproblemen in het algemeen. Het doet een beetje denken aan het wat je wel eens doet met kinderen die huilen. Die voelen zich misschien wat gelaten in de wieg en die moeten een beetje houvast hebben. Of die voelen zich dan ingebaard. Holding. Ja, dus misschien is het zoiets dat het ook tegen angst werkt. Kinderen met autisme hebben vaker zo'n deken gebruikt. Ja. Maar ik ben op de hoogte dat er goed onderzoek naar is gedaan. Oké. Dan had ik nog hier de powernap. Daar waren wat vragen over. En ik heb zowel van mijzelf als van een aantal klanten goede ervaring met powernap. Jij zei gelukkig korter dan 30 minuten. Dan mag het. Sowieso zou ik standaard zeggen. Als je slaapproblemen hebt, doe maar niet. Geen enkel dutje. Dat is gewoon even handiger. Ja, en, Sorry? Ik ben het helemaal met je eens. Ja. Maar ik snap ook wel dat mensen die echt heel moe zijn, niet anders kunnen. Maar die kunnen wel anders als ze dit regime gaan doen. Ja. Echt waar. Ja. Maar het is natuurlijk best complex, hè, om het allemaal goed te doen in die tijden. En eigenlijk moet je gewoon iemand hebben die je kan begeleiden, die er verstand van heeft. Ik doe mijn best heel PsyQ op te leiden hierin. Ja. En dat is natuurlijk ook een kwestie van tijd, maar ik hoop dat we daar beter in worden met z'n allen. Ja, nou, dat zijn we vanavond ook mee bezig. Nou ja, goed, powernap. Ik zeg ook meestal niet dutjes doen als je slaapt. Heb je geen slaapproblemen, is powernap prima, maar dan 25 minuten, nooit meer. Dus dat is gewoon de vuistregel dan. Ja. Toch? Ja. Ik ben een beetje door mij geselecteerde vragen heen. Het is ook tegen 9:30. We zijn nog lang niet door het aantal. De Q&A staat nu op 171. Dus de komende 10 jaar zijn we bezig om die vragen te beantwoorden. Nou, we hebben ook al heel veel opgeschreven wat gewoon is geworden. Deze slides kunnen nagelezen worden. De vragen zijn in principe oneindig. Hè? Ja. Ja, er zijn heel veel mensen die hier last van hebben. Maar heel veel vragen zijn ook daarmee al gedeeltelijk beantwoord. Dus. Ja, kunnen Rob en ik met jou contact opnemen om de slides inderdaad te verwerken in een dinges? Is dat, je wil ze dan nog even zien natuurlijk voordat het echt vastgelegd wordt, maar is dat oké? Okay? Ja, mooi. Nou ja, en deze webinar komt ook online op YouTube, dus we hebben gewoon heel goed werk gedaan. We hebben mensen tot 9:30 naar een beeldscherm laten kijken. Dat is ook echt heel tof voor je slaap. Zijn er nog 475? Ja, er zijn er wel nu een paar zijn gaan slapen. Nou, Sandra, heel erg bedankt hiervoor. En ik vond het leuk om het met jou zo te doen en dat voor te bereiden en gefocust te zijn hierop. Ik weet niet of jij nog wat wil zeggen ter afsluiting of Rob, als die er nog is. Ik zie wel zijn scherm. Ja, oh ja. Nee. Ja, Rob, wil jij nog iets zeggen? Ik denk ook dat het nog eens een keer laat zien hoeveel verschillende problemen er zijn en hoe je probeert dat te coördineren tot één soort oplossing. Maar dat is natuurlijk niet mogelijk. Iedereen heeft zo zijn eigen problematiek en eigen oplossingen gevonden. Dat kon je ook in de vragen en de antwoorden zien. Dus ik denk dat het gewoon heel leuk is voor de meeste mensen om dit nog eens een keer te horen. En ik hoop dat misschien als 10% van de mensen die heeft meegeluisterd opeens beter kan slapen, dan heb je toch heel goed werk gedaan. Ja. Ja, we kunnen heel veel zelf doen en de rest gaan we proberen voor iedereen beschikbaar te maken. Ja. Bedankt voor de aandacht. Ik zie allemaal complimenten langskomen. Ik leef helemaal op. Hartstikke bedankt. Ja, zeker. Een heleboel dankjes en dankjes. Nou, van ons ook uit naar jou, Sandra. En tot binnenkort. Tot de volgende. Dag. Ja. Dag allemaal. Dag.